hast u eigenlijk die mail wil zien? Want er is een iepen screentest en volgens mij was u daar wel om meedoen. Hier zie je net dat mailtje stuurt of dat appje stuurt over die mail, dan hie ik gewoon echt weer om mij voorbij gaan. Goedenavond. Het piept en kraakt in het dak- en thuisloze opvang. Goed drie kwartier presenteert ze het NOS Journaal. Maar afke boven van het Ameloan is no al net meer voor te denken. Begin dit jaar verliet ze Omroep Friesloan van een volslijne baan in Hilversum. En hoe gaat het nou, mijn afke? Geweldig. Njochem van Lien, jongen, 1 maart 2022. Dat wie wel echt een hele orde dag als jood, want ik hier natuurlijk best wel een paar weken echt naar uitzoen en echt voor oefenen van hoe werkt het dan hier in de studio en met welke camera's en hoe. Er is een hele prutte gebeurd, de Aron man. Ik heb hoe griezelig volle leert. En nou, het koer haast net, maar toch ben ik elke dag nog wel een stukje blijder worden. Ik ben echt gewoon zo blijerd. Ze zoe in eerste instantie aan de slag als eindredacteur van het NOS Journaal Regio. Het journaal mijn nijs van de regionale omroepen. Maar doe wie er in ien een iepen screentest. Een kans om mogelijk het grutte journaal te presenteren. Ik hier die screentest op een sneentemoorn. Volgens mij wie ik de eerste tot 10:08. En ik stier ik hier in een hotel sleept en ik dacht, wat doe ik mezelf aan? Waarom sleep ik me hier terug heen? Is het zijn zoveel kandidaten, waarom? Ja, en toen had ik het. Eerder maakte het kabinet al bekend per jaar 65 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om dakloosheid tegen te gaan. Volgende week zal blijken hoe dat geld moet worden ingezet. Ik vind het echt het allerleukste om mensen te vertellen wat er gebeurt in de wereld. Of een oormooi verhaal, dat kan tegen bij wijzen, dat kan viraal wijzen. Dus het zit er mij echt in het nijs. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen thuis in alle oprechtheid, in mijn allerbeste objectiviteit, dus maar jaren wat er gebeurt in de wereld. En daar zoek ik echt op daar. Daar ben ik heel kritisch op. En de meeste om je heen echt gelukkig dat we dat op een goede manier doen. Dus dan ben je net meer bezig met hoe volle de zorgen en waar de zorgen. Behalve dat ik wie dat niet met hem shot. Dan is het spannend. En ik al mist ze Friesloan en het Scootsje Sion. Vereerst zucht Afke haar takkomst bij het NOS Journaal. Want uitdagings, die binden genoeg. Die 8 uren, het 8 uur journaal, daar heb ik volgens mij nog net vaak zien in elk nog geval. Nooit? Nee. Nee, is die nog lobbyen voor mij? Nee, dat weet ik net. Nou ja, wil ik dat graag. Ik denk, een van mijn lievelingsjournaals is wat het 6 uur journaal, waar je hem krijgt wien. Tuurlijk, als het Jimmy zei, ze heek is toe 8 uur het waren, dan zeg ik er nooit neetjes in ze. Maar dat is wel echt van Rob en Annegien. Die hadden dat zo eigen maken en die binnen zo op screen om dat journaal te doen. Ik zei nooit nee. Maar dat zijn hele prutte dingen net. Want er zijn volle leuke dingen. Dus ja, maar ik ben echt super blij dat zo gauw ik al het 6 uur journaal de Bikam en het Nijs in Nieuwsuur. En ja, nee, ik Jasmine Klein. Nu op NPO 2 1 vandaag en daarna het NOS Journaal Regio met nieuws van de regionale omroepen. Ik wens u een fijne avond.